je strijd tegen schooluitval. Hè. Jullie weten allicht dat ons onderwijs eigenlijk tot het beste van de wereld behoort. Volgens de OESO wereldwijd staan wij op de 15e plaats als het gaat over kwaliteit. Maar toch zijn er jaarlijks 1 op 8 jongeren die het secundair onderwijs verlaten zonder diploma. Hè. Dus we spreken dan van het regulier secundair onderwijs. Hè. In het schooljaar 2018-2019 ging dat over 8.138 leerlingen. Hè. 2 jaar later zien we wel dat 35,7% onder hen zich hebben ingeschreven bij een tweede kans leerweg. Hè. Dus ruim een derde heeft wel de weg naar de schoolbanken teruggevonden. Opvallend ook dat vooral, of dat veel meer jongens dan meisjes vroegtijdig de schoolbanken verlaten. En dat meer dan de helft van hen 17 of 18 jaar is. Er zijn een aantal oorzaken die leiden tot die vroegtijdige schooluitstap. Het schoolverlatersrapport in 2019... is een studie die toen is gedaan en er werd gevraagd naar de reden waarom jongeren gestopt zijn in het regulier secundair onderwijs. En de voornaamste reden, de belangrijkste reden die zij aangeven, is echt gewoon schoolmoeheid. Meer dan de helft van de schoolverlaters is schoolmoe. Maar natuurlijk is er niet één profiel van schoolverlaters. We merken zelf dat de cursisten die in het regulier onderwijs uitvallen, dat dat om heel veel verschillende redenen is. Een groot deel geeft aan dat ze schoolmoe zijn en niet meer de motivatie hadden om in het voltijdsonderwijs les te volgen. Sommige jongeren willen ook graag gaan werken, maar uit ervaring, ze merken dan, of de verhalen die tot bij ons komen, zijn dan dat zij toch heel vaak op een grens botsen en een diploma nodig hebben om te kunnen doorgroeien op de arbeidsmarkt of om überhaupt een job te vinden. Sommige cursisten stoppen ook uit financiële redenen, maar er zijn er nog veel meer. We spreken soms cursisten die omwille van een chronische ziekte op zoek zijn naar een opleiding die meer op hun tempo afgewerkt kan worden. Maar soms spelen ook gewoon de verkeerde studiekeuze of problemen in de context, die minder schoolgerelateerd zijn, spelen die mee in de keuze om te stoppen in het regulier secundair onderwijs. Positief is wel dat na een jaar blijkt... dat eerste is uiteraard niet positief. Dus na een jaar blijkt dat 42% van hen nog altijd geen werk gevonden heeft. En dat 65% van de jongeren die gestopt zijn, spijt heeft dat ze gestopt zijn. Een derde van die jongeren gaat dan een jaar nadien naar de examencommissie of naar een CVO om toch nog een diploma te behalen. Dus ze komen zeker wel terug op die beslissing. Maar wij vinden 1/3 eigenlijk te weinig en onze doelstelling is om dat cijfer op te trekken naar 3/3. Hè, en te zorgen dat iedereen die zich niet meer thuis voelt in het voltijds secundair onderwijs, om die op een andere manier richting diploma te kunnen loodsen. Hè. En het zou goed zijn dat we dat preventief kunnen doen, dat daar geen jaar tussen zit voor leerlingen die beslissing nemen. En daarvoor willen we heel graag samenwerken om dat preventief te kunnen opvangen. Hè. De grootste risicofactoren om uit te vallen, en er zijn al een aantal aangehaald, het zijn vooral jongens die vroegtijdig stoppen. Het vaak van school veranderen in de schoolcarrière is een patroon dat durft leiden tot schooluitval. Leerlingen die thuis geen Nederlands spreken en ook leerlingen die blijven zitten of leerlingen die met een ernstige schoolachterstand kampen. Maar het kan dus. Hè. We hebben een aantal mooie voorbeelden van cursisten die er wel in slagen om zich te herpakken. Dit is Mike de Ridder. Hij is een van onze alumni in de opleiding Multimedia Operator. En hij zegt het als volgt. Hè. In 2006 volgde ik een studie richting het secundair onderwijs, maar dat was totaal niet mijn ding en ik stopte daarmee. Op de arbeidsmarkt hopte ik van de ene interimjob naar de andere om te zien wat er beschikbaar was. Maar ik wou mijn eigen job bepalen. En toen ontdekte ik de richting Multimedia Operator bij GO CVO Antwerpen. Die richting was mij op het lijf geschreven
En zo kon ik toch mijn diploma secundair onderwijs behalen en geraakte ik verder in mijn leven. Hij heeft niet alleen dat diploma behaald, maar is ondertussen best wel succesvol. Hij werkt mee aan, heeft meegewerkt aan de film Patser en hij werkte ook voor de VRT. Dus zijn verhaal is echt wel een succesverhaal en toont ook dat het kan. Oké. Dadelijk begin ik aan het kader van dat diploma secundair onderwijs in het volwassen onderwijs. Maar ik wil misschien eventjes tijd maken voor vragen over wat er tot hiertoe gezegd is. Al is het nog niet echt praktisch geweest natuurlijk. Ik zie dat er nog niks in de chat staat. Dus ik vermoed dat ik gewoon ineens verder kan gaan en dat we het praktisch gaan maken. Oké. Over het diploma secundair onderwijs in het volwassen onderwijs en over het traject dat daartoe kan leiden, zijn er een aantal belangrijke dingen te zeggen. Ten eerste, het diploma dat cursisten bij ons behalen is een gelijkwaardig diploma aan het diploma secundair onderwijs uit het leerplichtonderwijs. Dus dat gaat over hetzelfde diploma. In ons geval halen ze een diploma TSO en dat is krak hetzelfde waard dan wat ze zouden halen aan een zesde jaar TSO of een zevende jaar BSO in het regulier secundair onderwijs. Het belangrijkste verschil met de examencommissie is dat wij wel degelijk lessen organiseren. Binnen die lessen is er begeleiding door een docent die dingen uitlegt, die taken geeft, die feedback geeft. En dus kunnen onze cursisten echt wel groeien voor ze worden geëvalueerd. En die lessen die zijn er op verschillende manieren eigenlijk. Ze kunnen gewoon contactles volgen bij ons in de klas. We hebben ook trajecten in afstandsonderwijs. Daar zal ik straks een beetje meer over uitleggen. En aan de andere kant is er dan het verschil met het voltijds secundair onderwijs. En dat is vooral dat we modulair werken. Dus wij hebben geen vast lesrooster voor iedereen van 1 september tot 30 juni. Alle leerstofonderdelen zijn onderverdeeld in blokjes. En cursisten kunnen blokje per blokje afwerken. En dat maakt dus ook dat wij onze trajecten veel flexibeler kunnen maken. En dat we veel meer kunnen inspelen op de situatie van cursisten zelf. Het basisprincipe, of het heel het idee achter dat diploma secundair onderwijs in het volwassen onderwijs is het volgende. Ons diploma bestaat eigenlijk uit twee verschillende certificaten. Enerzijds behalen cursisten bij ons een certificaat aanvullende algemene vorming. En dat certificaat op zich is een combinatie van modules. Een module is een lespakket van soms maar 20, maar 40, 60 of 80 lestijden voor verschillende vakken. En voor dit certificaat zijn de algemene vakken. Dus wiskunde, Nederlands, een vreemde taal, een beetje wetenschappen enzovoort en zo verder. Maar dus zij behalen op hun eigen tempo of eigen ritme al die verschillende modules. En als die afgewerkt zijn, krijgen zij een certificaat aanvullende algemene vorming. Dat is voor iedereen hetzelfde. Maar daarnaast moeten zij ook een certificaat voor een beroepsspecifieke opleiding kiezen. En daarvoor hebben we ondertussen 16 verschillende mogelijkheden om dat te doen. En dat werkt eigenlijk op dezelfde manier. Dus ook voor dat certificaat is alle leerstof onderverdeeld in kleinere modules. En moeten zij één voor één die modules, niet één voor één, ze mogen dat uiteraard tegelijkertijd doen, zoveel mogelijk. Dus ze behalen die modules die meestal onafhankelijk van elkaar zijn. Soms zijn er wel modules die ze moeten behalen voor ze naar een vervolgmodule mogen. Maar dus op het ogenblik dat ze alles bij elkaar gesprokkeld hebben, krijgen zij een certificaat van de beroepsgerichte opleiding. En die twee certificaten samen zijn dan, of maken dan dat we dat omzetten in een diploma secundair onderwijs. En je merkt al, omdat dat op
in twee verschillende certificaten is opgedeeld, dat dus ook daar al gespeeld kan worden. Hè. Iemand die zegt, ik wil niet voltijd studeren, die kan ervoor kiezen om eerst de algemene vorming en dan de beroepsspecifieke opleiding of andersom te doen. Hè. En deze dia is eigenlijk de belangrijkste informatie die je vandaag gaat krijgen. Hè. Als je deze slide goed begrijpt, dan weet je in grote lijnen hoe dat volwassenonderwijs in zijn werk gaat. En dan maakt het zeker ook al mogelijk om die info heel in het kort mee te geven aan mensen die voor jullie neus zitten en die info graag hebben. Hè. Voilà. Dus de meeste cursisten combineren die verschillende certificaten en die verschillende modules in ons modeltraject en doen die tegelijkertijd en gaan op die manier even goed voltijds naar school natuurlijk. Hè. Oké, ik zei al, aanvullende algemene vorming is voor iedereen hetzelfde. Voor de beroepsspecifieke opleiding zijn er wel heel wat keuzes bij ons. Hè. We hebben een breed opleidingsaanbod, een praktijkgericht opleidingsaanbod. We hebben ondertussen meer dan 15 beroepsspecifieke opleidingen. Die staan allemaal op onze website. Twee van onze opleidingen leiden naar een knelpuntberoep. Hè. Dus dat is zeker heel interessant om de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Dat is zorgkundige en de opleiding Lasser. Die opleiding is een beetje hervormd, het is niet meer TIG Lasser, maar de opleiding Lasser is nog steeds een opleiding die leidt naar een knelpuntberoep. En heel wat van onze opleidingen hebben ook een stage. Voilà, dus zoals ik zei, heel praktijkgericht om te zorgen dat cursisten iets in handen hebben om mee naar de arbeidsmarkt te gaan of eventueel om mee verder te studeren. Hè. Voor het volledige aanbod aan beroepsgerichte opleidingen kunnen jullie op onze website terecht. Wanneer mag je starten aan je traject richting diploma secundair onderwijs in het volwassen onderwijs? Ik weet dat dat een vraag was van een van jullie die ons op voorhand bereikt had. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Er zijn er in principe twee. Er is een voorwaarde qua leeftijd. Om te mogen starten met de aanvullende algemene vorming moet je 18 jaar zijn of ten laatste op 31 december van het schooljaar waarin je start 18 jaar worden. He, dus als je wil starten in september en je verjaart in november, dan kan dat. Maar als je na 1 januari pas verjaart, dan moet je echt wachten om te starten met de lessen tot je verjaart. Tot de dag dat je 18 jaar wordt. Voor de beroepsspecifieke opleiding ligt die leeftijdsgrens lager. Dus daar kunnen cursisten starten van zodra ze 16 jaar zijn. Of als ze 15 jaar zijn, maar de eerste graad van het gewoon voltijds secundair onderwijs gevolgd hebben. Ze moeten zelfs niet geslaagd zijn, maar ze moeten wel die 2 jaar gevolgd hebben. Dan mogen ze al starten op hun 15. De tweede toelatingsvoorwaarde is een zeer sterk advies. Is geen wet, maar een zeer sterk advies. En dat heeft te maken met de taalkennis die nodig is om de lessen in het Nederlands, de cursussen in het Nederlands, de evaluaties in het Nederlands te kunnen doen. Hè. En daar ligt eigenlijk onze grens op 2.4. Dus cursisten voor wie Nederlands niet de moedertaal is, verwachten we dat ze het niveau van richtgraad 2.4, zowel mondeling als schriftelijk, behaald hebben. Dus geslaagd waren en dat certificaat op zak hebben. En dat geldt voor de aanvullende algemene vorming en voor de meeste beroepsspecifieke opleidingen. Er zijn een aantal van onze technische opleidingen waarbij dat die grens op 2.2 ligt. En waar ze dus iets sneller kunnen starten, omdat veel van de taal die nodig is om die technische jobs te kunnen ook in die modules aan bod komt. Ik ga opnieuw hier eventjes tijd maken voor vragen. Ik ga zelfs nog een stukje praktischer gaan qua informatie die jullie kunnen of mogen doorgeven aan cursisten die geïnteresseerd zijn. Dus ik geef even het woord aan mijn collega Kelly om te bekijken of er vragen uit de chat beantwoord moeten worden. Ik zie zelf dat er eigenlijk nog geen vragen in de chat staan. Dus ik laat een half minuutje pauze om te zien of er toch een vraag in de chat wordt gepost.
Els, kun jij zelf even iets in de chat zetten? Want ik ben er net uit moeten gaan en ik krijg een heel ander scherm. Ik weet niet waarom. Ja, zeg maar, waar moet ik... Ja, gewoon even een testje in de chat zetten. Ah, ja. Want toen is ineens blanco bij mij, er juist stonden er dingen in. Ah, oké, nee, ça va. Dan ben ik zeker dat ze het terugzien. Ja, ik zie alleen de link die jij ja. post hebt. Okay. Dus ik zie voor de rest geen vragen. Dus ik ga er ook vanuit dat we verder kunnen gaan. Oké. Okay. Oké. Okay. Iemand die bij ons start, kan vrijstellingen krijgen voor elk van die modules. Hè. Dus elk van die korte leerstofonderdeeltjes. Cursisten kunnen vrijstellingen behalen en heel vaak verhoogt dat ook de motivatie van cursisten. Omdat het traject niet langer duurt of niet zwaarder is dan strikt genomen noodzakelijk. Hè. Stel je voor, een jongere die jullie begeleiden heeft besloten om een overstap te maken naar het volwassen onderwijs, heeft een beroepsopleiding gekozen en is oud genoeg om die overstap te doen. Maar die jongere start natuurlijk niet van nul. Die heeft al heel wat kennis opgedaan in zijn vorige schoolcarrière of in zijn leven. Misschien heeft hij ook al gewerkt. En wij proberen die voorkennis zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dat kan op twee verschillende manieren. Oftewel, vragen die cursisten vrijstellingen aan op basis van bijvoorbeeld een rapport uit het gewoon regulier onderwijs. Dat is één manier. Op basis van een rapport van de examencommissie kan dat ook. Opleidingen die ze ergens anders gevolgd hebben. Maar als dat niet zo is, kunnen cursisten ook voor heel wat van onze modules op voorhand een vrijstellingsproef afleggen. Dat is een proef die er enkel op gericht is om te bekijken of bepaalde kennis voor sommige modules al behaald is en of die module dus nog gevolgd moet worden of niet. Dat is geen toelatingsproef. Dus die proef bepaalt niet of cursisten mogen starten met een bepaalde module. Ze hebben daar ook echt niks mee te verliezen. Als zij slagen voor een bepaalde proef, dan wil dat zeggen dat zij een module niet moeten volgen. Als zij niet slagen voor die proef, dan schrijven wij hen in voor die module. Dan volgen zij die lessen en dan kunnen zij op die manier het certificaat of het deelcertificaat van die module behalen. Dus dat is zeer gangbaar bij ons dat de cursisten vrijstellingen behalen. Een derde mogelijkheid om vrijstelling te behalen kan op basis van werkervaring. Dus als een cursist minstens 1 jaar relevante werkervaring heeft binnen een bepaalde context die uiteraard aansluit bij de opleiding die bij ons wil volgen, dan kan er ook een dossier worden opgesteld en kan die werkervaring op die manier worden aangetoond en proberen wij die in de mate van het mogelijke te erkennen. Om dus te zorgen dat cursisten een zo kort mogelijk en vooral ook zo licht mogelijk traject kunnen volgen bij ons. In heel dat traject dat cursisten bij ons volgen, kunnen ze uiteraard rekenen op begeleiding. Hè. Daar komen ik en mijn collega's in beeld. Hè. Wij zijn de trajectbegeleiders. Wij zijn ondertussen met 9. En elk van ons neemt eigenlijk een bepaalde opleiding voor onze rekening. Wij doen heel het intakeproces. Dus we helpen bij die vrijstellingen. Wat moet er afgelegd worden? Die werkervaring in kaart brengen. Dat gaan we doen. We schrijven de cursisten in. En dan blijven we eigenlijk hun coach doorheen dat leerproces. We proberen rekening te houden met de persoonlijke situatie van die cursisten. En als er tijdens hun traject problemen of hindernissen opduiken, dan gaan we samen op zoek naar een opleiding. En op die manier proberen we van hen zo gemotiveerd mogelijk te houden. We doen daar vooral vragen gestuurd. Dus we vragen aan de cursisten van bij eender welk probleem van ons te mailen of te bellen of aan ons mouw te komen trekken, zodanig dat we dat mee goed kunnen opvolgen. Die flexibiliteit, opnieuw hier nog eens een voorbeeldje van. Cursisten kunnen, omdat ze heel vaak bij ons niet voltijds moeten studeren door die vrijstellingen of omdat ze zelf de keuze maken, hun opleidingen ook combineren met een job of met een gezin. Lessen kunnen overdag gevolgd worden, sommige lessen kunnen 's avonds gevolgd worden, of
Sommige modules kunnen ook van thuis uit gevolgd worden. Hè. Dat noemen wij dan afstandsonderwijs. Daar krijgen ze, daar hebben ze één verplicht contactmoment, meestal in het begin van de module. Vaak onderweg nog eens ergens een feedbackmoment en een evaluatiemoment op de campus. En tussendoor gaan ze eigenlijk met de nodige sturing van een docent uiteraard, maar heel veel zelfstandig werken. De combinatie tussen lessen overdag, lessen 's avonds en lessen in afstandsonderwijs kan ook gemaakt worden. En daardoor is dus die flexibiliteit mogelijk en kan die combinatie met job en of een gezin goed gemaakt worden. Hè. Een voorbeeldje daarvan, Roshan was toen ze bij ons studeerde 18 jaar hè, en zegt, in het volwassen onderwijs kan je zelf je eigen lesrooster samenstellen en zo heb ik wekelijks een dag vrij en heb ik tijd voor mijn studentenjob in de horeca. Het eigen lesrooster samenstellen is uiteraard een beetje onder... het moet natuurlijk passen in de modeltrajecten die we aanbieden. Hè. Maar het is wel zo dat iemand die zegt, ik wil tijd hebben voor een studentenjob, dat we daar rekening mee kunnen houden. En dat er op die manier zowel die zelfstandigheid, die financiële zelfstandigheid, als de weg naar het diploma gewaarborgd kan blijven. Hè. Voilà. Er zijn ook nog andere manieren van ondersteuning bij ons in het centrum. Er is individuele ondersteuning mogelijk in eerste instantie natuurlijk via een docent. Hè. In sommige van onze modules is dat ingebed dat de laatste drie kwartier van een les eigenlijk voorzien zijn voor studiecoaching. En dus de cursisten die alles gesnapt hebben en die daar geen nood aan hebben mogen naar huis gaan. De cursisten die extra ondersteuning hebben, die blijven een beetje langer. We hebben ook studiecoaching die is ingericht via extra modules, eigenlijk extra kleine lespakketjes die gratis zijn. Daar geef ik zelfs wat meer uitleg over. Er kan ook echt bijles gevolgd worden voor iemand die dat voor een bepaald vak nodig heeft. En we hebben in een aantal van onze campussen ook open leercentra waar gratis gebruik gemaakt kan worden van onze computers. Hè. Momenteel door corona is dat met een reserveringssysteem, maar het is ook nu altijd mogelijk geweest. Die gratis lespakketjes, gratis modules studiecoaching, die focussen eigenlijk op het leren leren. Een groot deel van wat er in die modules aan bod komt, heeft te maken met de tools die de cursisten nodig hebben om goed bij ons te kunnen werken. Wij werken met een online leerplatform Moodle. Sommigen kennen dat principe. Het is gelijkaardig aan Smart School, maar het werkt wel wat anders. Dus er wordt wat tijd gestoken in hoe log ik in op Moodle? Hoe raadpleeg ik mijn CWO? Dus dan hun eigen lesrooster en hun eigen overzicht van modules en punten enzovoort. Hoe maak ik meldingen? Hoe gebruik ik die app op mijn smartphone? Lukt dat of niet? Hoe stuur ik berichtjes via die Google-tool? Hoe sla ik mijn documenten op in een Drive enzovoort? Dus echt die technische dingen. Maar ook, hoe maak ik een goede studieplanning? Bij wie moet ik terecht als ik vragen heb? Is dat bij de trajectbegeleiding, is dat op het secretariaat? En ook rond leerstrategieën. Dus wat doe je beter wel, wat doe je beter niet? Hoe werk ik het best? Hè? Zeker zinvol. Het is niet verplicht, maar het is ten sterkste aangeraden. En het is ook opgenomen in onze modeltrajecten. Dus eigenlijk maken we er een punt van elke cursist die bij ons inschrijft, om die ook in te schrijven voor deze extra module. Waar we ook zoveel mogelijk rekening mee proberen houden, zijn leerhindernissen. Heel veel van de cursisten die bij ons terechtkomt, ondervindt op een bepaalde manier hinder om goed te kunnen leren en studeren. En dus ook cursisten met een leerproblematiek proberen wij van bij het begin zo goed mogelijk te ondersteunen. Als er nood aan is, kan er een zorgovereenkomst worden opgesteld met redelijke aanpassingen. Een voorbeeldje daarvan is meer examentijd of een vaste of een aparte plek in de klas. Maar we proberen eigenlijk wel wat af te stappen van een lijstje met mogelijkheden en zoveel mogelijk te luisteren naar de ervaring van de cursisten. Wat hebben zij al gemerkt dat voor hen werkt om te gaan met die leerhindernis? En we proberen daar aan tegemoet te komen al van bij het afleggen van de proeven.
Dus we vragen tegenwoordig, zelfs voor ze starten met die vrijstellingsproeven, om daar ons van op de hoogte te brengen, zodanig dat we kunnen kijken of we ook daar al redelijke aanpassingen moeten doen om te zorgen dat ze die zo optimaal mogelijk kunnen afleggen. Nog een ander luikje van het praktisch verhaal is de kostprijs van de opleidingen bij ons. Het principe van de kostprijs van een opleiding bij ons is dat cursisten per module betalen. Voor de modules van het certificaat aanvullende algemene vorming valt het volledige inschrijvingsgeld weg voor cursisten die nog geen diploma secundair onderwijs hebben. En dat is dus voor 99,5% van onze cursisten. Dus eigenlijk voor de aanvullende algemene vorming wordt geen inschrijvingsgeld betaald, juist een klein beetje cursusgeld. En dan voor de modules van de beroepsspecifieke opleiding is er opnieuw een deel inschrijvingsgeld en een deel cursusgeld. En het inschrijvingsgeld is in theorie 1,5 euro per lesuur dat ze volgen. Ja, dus als je iemand inschrijft voor een module van 60 lestijden, dan gaan zij 90 euro betalen. Er zijn systemen van korting op dat inschrijvingsgeld. Maar dus het principe is, afhankelijk van de situatie waarin je valt, betaal je per module. Op het ogenblik dat cursisten hun diploma behaald hebben, krijgen zij een premie van de Vlaamse overheid waarmee dat inschrijvingsgeld wordt terugbetaald. Want secundair onderwijs, zijn wij tenslotte ook, is eigenlijk in Vlaanderen gratis. Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd in gewone secundaire scholen. En in het volwassen onderwijs wordt dat op die manier in evenwicht gebracht. Cursisten die al werken kunnen opleidingschecks aankopen om een stuk van hun inschrijvingsgeld te betalen. Cursisten die nog het groeipakket krijgen, die kunnen dat ook nog behouden. Als ze bij ons voldoende studeren, kunnen ook nog student blijven en een studentenjob doen. Een aantal verschillen en vooral ook gelijkenissen tussen het diploma behalen in een CVO en een diploma behalen in een centrum voor leren en werken. Omdat we zeker merken dat er een overlap is, of dat cursisten heel vaak, dat het idee van de centra voor leren en werken soms meer bekend is als alternatief voor het voltijds secundair onderwijs. Terwijl we zeker als CVO ook absoluut een volwaardige optie zijn. De gelijkenissen tussen leren en werken en het secundair volwassenenonderwijs is dat er modulair gewerkt wordt. Dat er gekeken wordt naar niveaubepaling of naar vrijstellingsproeven. Dat er een individueel traject opgesteld wordt voor cursisten. En dat het doel van het onderwijs is het behalen van het diploma secundair onderwijs. De kenmerken specifiek van leren en werken is dat de primaire doelgroep toch nog minderjarigen zijn. Ook al zijn uitzonderingen mogelijk, er is een leeftijdsgrens van 25 jaar, dus ook meerderjarige cursisten kunnen in de Centra voor Leren en Werken een diploma behalen. En er zijn er zeker ook veel die in die situatie zitten. Die situatie is trouwens identiek aan het voltijds secundair onderwijs. Maar vaak is dat omdat zij en toeleiders eigenlijk niet voldoende op de hoogte zijn van het feit dat een CVO echt een alternatief is. Die meerderjarige leerlingen zitten toch dikwijls niet meer op hun plaats in het leerplichtonderwijs, vinden hun een draai niet tussen leerlingen die vaak echt veel jonger zijn dan zij. En ons tweede kansonderwijs, en dan zeker onze duale leertrajecten, daar zeg ik zelfs nog wat meer over, zijn een heel goed alternatief voor meerderjarige cursisten in het deeltijdsonderwijs. Leerlingen die uitvallen in het regulier onderwijs zijn vooral jongens. Leerlingen die vaak van school veranderen, leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, of leerlingen die blijven zitten of een schoolachterstand hebben. En dus CVO is naast de Centra voor Leren en Werken dus absoluut ook een goed alternatief. De Centra voor Leren en Werken richten leerplichtonderwijs in. Er is een verplichte combinatie van leren en werken.
Eigenlijk halftijds. Dus de organisatie verschilt van school tot school, maar cursisten of leerlingen in de Centra voor Leren en Werken moeten allebei doen. Het werk dat ze doen is geen stage. Leerlingen krijgen in de Centra voor Leren en Werken effectief een vergoeding voor het werkplek leren dat ze doen. En de eindbestemming van die trajecten zijn vaak de arbeidsmarkt. Het lesprogramma in het leren en werken is identiek aan, aan de lesprogramma's van het beroep secundair onderwijs. In het secundair volwassen onderwijs is de primaire doelgroep meerderjarigen. Ook bij ons zijn uitzonderingen mogelijk, maar eigenlijk hebben wij echt de hoofdmoot 18-plussers. Wij zijn geen leerplichtonderwijs, dus een individueel traject is echt afhankelijk van de privésituatie van de cursist. Er kan wel gecombineerd worden met werk, maar niet echt binnen de opleiding. Er is wel in heel veel opleidingen een stage of... er zijn ook duale leertrajecten mogelijk. En er is de mogelijkheid om op te splitsen. Hè. Alleen algemene vorming of alleen de beroepsspecifieke opleiding. Wat dat betreft kan er zeker gespeeld worden. We maken geen onderscheid tussen TSO of BSO. Dus iedereen bij ons krijgt gewoon een diploma TSO. En de eindbestemming is afhankelijk van de opleiding natuurlijk. Hè. We informeren daar cursisten ook over bij de start in onze infofilmpjes. En het secundair volwassen onderwijs heeft eigen leerplannen. Dus dat zijn de gelijkenissen, maar ook de verschillen is op een rijtje tussen het CWO en de Centra voor Leren en Werken. Ik heb al een aantal keer gesproken over die duale leertrajecten. Een aantal van de opleidingen die wij aanbieden kunnen gevolgd worden in een gewoon traject op school, maar ook in een duaal leertraject. En dan maken de leerlingen ook bij ons de combinatie tussen leren op school en leren op de werkvloer. Dat zijn opleidingen met een beroepskwalificatie, maar die blijven natuurlijk mogelijk in combinatie met de aanvullende algemene vorming om echt het diploma secundair onderwijs te behalen. Hè. Concreet zal 60% van de tijd op de werkplek worden doorgebracht, maar dat is bij ons echt een onbezoldigde stage. Hè. Dus voor de stage en voor het werkplek leren worden cursisten bij ons niet betaald. 40% van de lestijd zullen zij gewoon lessen op school, in contactonderwijs of in afstandsonderwijs volgen. Het voordeel natuurlijk van zo'n traject is dat ze veel meer werkervaring opdoen en dat ze allicht een snellere job zullen vinden. Hè. Zo'n duaal leertraject is niet voor iedereen weggelegd. Hè. We verwachten dat cursisten die op die manier hun diploma willen behalen, dat die arbeidsmarktrijp zijn. Hè. Schoolverlaters, werkzoekenden, cursisten die al wat werkervaring hebben opgedaan en dan herintreden, hè, opnieuw naar school komen. En we werken daarmee aan screening. Dus cursisten worden door de school gescreend om te bekijken of ze wel degelijk de geknipte kandidaat zijn voor zo'n duaal leertraject. En mocht dat niet zo zijn, dan leiden we hen uiteraard terug toe naar onze gewone opleiding, in onze gewone onderwijsvormen. En er moet, om effectief te kunnen starten in zo'n duaal leertraject, moet er ook een overeenkomst zijn met een werkplek. We hebben werkgevers waar wij mee samenwerken. Dus cursisten kunnen daar solliciteren bij een van die werkgevers. Maar als zij zelf kennis hebben, als ze zelf contacten hebben, of als ze al werken in een bepaalde context die aansluit bij een van onze duale opleidingen, dan kunnen ze natuurlijk dat werkplek leren op hun eigen job doen en het stukje leren op de schoolbanken bij ons doen. Dan moeten daar gewoon de juiste afspraken gemaakt worden met de werkgever. Hè. De duale leertrajecten die gepland zijn voor het schooljaar 21-22, dus dat is volgend schooljaar, zijn boekhoudkundig assistent, lasser, polyvalent administratief medewerker, polyvalent post- en pakketmedewerker, dat is een samenwerking met Bpost, nog een klein beetje een speciaal broertje in heel deze, in dit lijstje, polyvalent verkoper, HR-assistent, dus human resources, en vastgoedassistent.
Als je iemand kent of je wilt zelf graag meer informatie over dit type van de opleidingen, dan kunnen jullie terecht bij twee collega's waar je in eerste instantie naar mag mailen. En zij zullen dan meer uitleg geven over de heel de intakeprocedure voor zo'n duaal leertraject en over die screeningen. Dus dat zijn Kathleen van Landegem en Christijn Iperman. Ik vermoed dat Kelly die e-mailadressen mogelijk in de chat zet. En anders dan gaan die zeker ook nog in een opvolgmailtje staan dat jullie na deze infosessie gaan krijgen. Dus Kathleen en Christijn coördineren de duale leertrajecten. Waar we ook aan willen tegemoetkomen zijn de trajecten voor cursisten in het Nederlands nog niet dat vereiste niveau van 2.4 hebben. Leerlingen die thuis geen Nederlands praten, lopen een hoger risico om uit te vallen. Vandaar willen we die toch zeker ook zo snel mogelijk terug oppikken. Met een traject voor anderstaligen, dus dat zijn cursisten die effectief inschrijven voor Nederlandse lessen, maar die tegelijkertijd ook een vak gaan leren in specifiek Nederlands dat ze nodig hebben om praktijklessen te kunnen volgen. Materiaalkennis, productkennis, bepaalde technieken enzovoort. Dus daarnet zei ik dat we niveau 2.4 mondeling en schriftelijk verwachten. Maar natuurlijk zijn er dus kandidaten die dat niveau nog niet behaald hebben. En die kunnen dan wel al vroeger instromen in onze geïntegreerde trajecten. We noemen dat de Nederlands Plus trajecten. Het aanbod is beperkter dan bij die duale leertrajecten. Dus we hebben een diploma traject huishoudhulp en het onderdeel schoonmaken daarvan, dus dat zijn een aantal modules, wordt gecombineerd gegeven met Nederlandse taalondersteuning. Dus dat zijn modules die effectief een stuk zijn van een diploma-traject. Cursisten kunnen bij ons theorielessen voor hun rijbewijs volgen met taalondersteuning Nederlands, maar dat staat dan los van het diploma secundair onderwijs. Ook naailessen kunnen gevolgd worden met taalondersteuning, zijn geen diploma-traject. En dan voor die polyvalent post- en pakketmedewerker, dat is die duale opleiding waar ik daarnet al iets over gezegd heb, daar is ook een intensief traject Nederlands aan gekoppeld voor die cursisten die nog niet het vereiste niveau Nederlands gevolgd hebben. Oké, ik ga opnieuw eventjes meekijken naar de chat. Eventjes het woord aan Kelly geven om te zien of er vragen beantwoord moeten worden op dit ogenblik. Er staan ondertussen wel wat vragen in de chat, heb ik gezien. Dus we overlopen ze één voor één. Ik denk dat dat het snelste en het efficiëntste is. Ingrid, u vraagt of leerlingen die 16 zijn en enkel de beroepsspecifieke opleiding volgen ook voldoen aan de leerplicht. Als zij daar specifieke documenten voor invullen in verband met het huisonderwijs, dan voldoen zij inderdaad aan de leerplicht. Dus zij krijgen bij ons tijdens het trajectgesprek, dat ze trouwens altijd of van hun ouders of voogd mee moeten komen volgen, krijgen zij van ons documenten die ze moeten invullen, die ze moeten opsturen naar de overheid, en dan zijn zij in principe volledig in orde voor hun leerplicht. Beantwoordt dat uw vraag volledig of heeft u nog een toevoeging? Oké, top. Dan gaan we nu verder naar de volgende vraag. Die is van Sibel, die met gevangenen werkt. En die vraagt of er opleidingen zijn waarvoor er een blanco strafblad gevraagd wordt. Je geeft zelf aan dat dat in de zorg gevraagd wordt. En dat wordt bij ons in de opleiding huishoudhulp ook gevraagd. In verband met de stage is het een beetje afhankelijk van de werkgever. Niet elke werkgever mag dat blanco strafblad vragen, vermoed ik. Maar wij als school vragen in principe geen blanco strafblad, enkel voor de opleidingen zorg en huishoudhulp. Kelly? Ja, en hi. Kathleen is nog een collega. Kathleen is de collega van Duaal Leertraject, dus ik vermoed dat zij hier ook nog eventjes verder op inpikt. Ja, ik wil gewoon eventjes op inpikken voor de opleiding polyvalent post- en pakketsmedewerker.
Voor de opleiding zelf heb je geen blanco strafblad nodig, maar als mensen, want wij doen dit eigenlijk nu in combinatie, in samenwerking met BPost, om dus bij BPost aan de slag te gaan. En om aan de slag te gaan bij BPost heb je dus wel een blanco strafblad nodig. Hè? Mm-hmm. Dus dat is misschien toch ook wel belangrijk om te weten. Ja, oké, super. Oké, dankjewel. Sibel, alles duidelijk zo? Of had jij nog een verdere vraag? Nee, dat is duidelijk, dankjewel. Oké, dankjewel. Dan gaan we verder naar Fatima. Jij vraagt wat er juist bedoeld wordt met het rapport van de vorige school. Veel cursisten komen bij ons terecht en hebben al een heel traject afgelegd binnen het secundair onderwijs. Het is niet de bedoeling dat als zij al genoeg kennis hebben over een bepaalde module uit het secundair, dat ze dat dan helemaal opnieuw gaan moeten doen. Dus cursisten die rapporten hebben uit het secundair of van de examencommissie die niet ouder zijn dan 4 jaar... kunnen vrijstellingen aanvragen op basis van dat rapport uit het secundair of uit de examencommissie. Bijvoorbeeld hebben zij een ASO of een TESO-diploma, of een diploma tot en met het 4e leraar, middelbaar, of het 5e middelbaar, of het 6e middelbaar. Dan kunnen daar vrijstellingen aangevraagd worden. Bijvoorbeeld, ben jij geslaagd voor Nederlands, dan kan je een vrijstelling aanvragen voor Nederlands en zo verder. Het is een beetje afhankelijk van de richting die je gevolgd hebt. Heb je ASO of TESO gevolgd, ga je iets meer vrijstellingen kunnen aanvragen dan als je BSO hebt gevolgd. Dus rapporten uit het secundair of de examencommissie die niet ouder zijn dan 4 jaar, geven eventueel vrijstelling voor algemene vorming binnen het CVO. Is dat voor u ook duidelijk? Zeker, dank u wel. Oké. Dan krijgen we de stap. Komen cursisten in aanmerking voor het statuut studentenjob? Cursisten die nog kindergeld krijgen, en dat krijgen ze van zodra ze 17 lesuur per week volgen, komen nog in aanmerking voor het statuut studentenjob. Maar ze moeten dan wel minimum 17 uur les volgen en nog kindergeld krijgen. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Dan... Leo die vraagt of je nog in aanmerking komt voor een beroepsspecifieke opleiding als je een secundair diploma behaald hebt. Dat kan zeker. Je kan altijd een beroepsspecifieke opleiding volgen als je al beschikt over een diploma secundair onderwijs. Je moet het dan alleen niet combineren met algemene vorming. Wil je toch algemene vorming volgen? Dat kan ook. Maar dan betaal je voor algemene vorming inschrijvingsgeld. Wat cursisten die nog geen secundair diploma hebben, niet moeten betalen. Leo, als jij verder nog vragen hebt, dan hoor ik het ook. Dan krijgen we een volgende vraag. Of dat je een diploma thuis kan behalen, als je al werkt met onregelmatige uren en dus niet aanwezig kan zijn op de lessen. Dat kan. Je kan bij ons een diploma behalen in afstandsonderwijs. Dus dan hoef jij in principe niet naar school te komen op vaste lesmomenten. Je hebt dan normaal gezien, als je in afstandsonderwijs les volgt, 1, 2 of 3 lesmomenten dat je op school aanwezig kan zijn of zou moeten zijn. Dat is meestal bij het begin van de opleiding om kennis te maken met je leerkracht. En vaak ook op het einde van de opleiding om je examen af te leggen. Moet je op die contactmomenten werken, dan kan je via een certificaatje van je werkgever altijd gewettigd afwezig zijn. En dan kan je die lesmomenten op een ander moment of op een andere manier doen. Als je les volgt in een afstandsonderwijs, dan ga je al de rest gewoon thuis kunnen doen op je eigen werkritme en op de momenten dat jij vrij bent. Ook alles duidelijk voor jou? Oké, prima. Dan gaan we ook verder. Dan gaan we naar Marjolein. Die vraagt of het inderdaad gratis is. Als jij nog geen secundair diploma behaald hebt, dan volg je de 2 luikjes, algemene vorming en het beroepsgerichte deel. Algemene vorming, daarvoor betaal je geen inschrijvingsgeld, enkel cursusgeld. Voor de beroepsspecifieke opleiding betaal je op het moment van inschrijving zowel inschrijvingsgeld als cursusgeld. Inschrijvingsgeld is afhankelijk van het werkstatuut, maar ik denk dat Els daar verder nog iets over zegt, maar dat weet ik nu zelf niet helemaal. Als dat niet zo is, dan zullen we nog even terugkomen op die vraag op het einde van de infosessie. Oké, dat is prima. Dus
Hebben jullie een heel klein momentje? Ik kom zo terug, hè? Ik zal zelf even terug... Oké, Kathleen, jij de volgende vraag maar. Ik zie dat de volgende vraag gaat over de instapvoorwaarden Nederlands voor de duale opleiding bij BPost. Om te starten met de echte opleiding bij BPost, moeten cursisten richtgraad 2 behaald hebben, volledig? Hebben ze dat nog niet behaald, dan kunnen ze bij ons een voortraject Nederlands volgen, in T2. Maar dan moeten ze eerst richtgraad 1 behaald hebben. En om daarvoor in aanmerking te komen, dat kan ook via mij, want ik geef dat door aan mijn collega's van in T2, want daar worden ze ook op voorhand wel gescreend. Ik zal ineens de... ik weet niet, Lien, als er nog een vraag over is, mag je ze zeker stellen? Ah, nee, sorry. Ja, het was Sander. Ah ja, nee, dan kom ik bij de vraag van Sander in verband met de betaalde overeenkomst voor een duaal leertraject. Effectief, dus we hebben bijvoorbeeld nu ook al cursisten die voltijds werken of halftijds werken en zij als de werkgever mee akkoord gaan, kunnen zij hun stageplek gebruiken eigenlijk, hun werkplek gebruiken als stageplek. We hebben bijvoorbeeld mensen die een administratieve job uitoefenen en zij volgen bij ons de opleiding polyvalent administratief medewerker en zij doen de stage op hun werkplek. We hebben bijvoorbeeld ook, misschien interessant om ook te vermelden, een aantal jojoers. Dus dat zijn jongeren die werken op een school en zij kunnen ook in aanmerking komen voor zo'n duaal leertraject. Als er hier nog vragen over zijn, mag je ze gerust stellen. Oké. Ik zal de volgende vragen even terug... want die gaan niet over de duale... Sorry hoor, mijn echtgenoot was hier net een doos aan het weghalen en dat maakt toch al veel achtergrondgeluid. Dus ik was bij Marjolein die vroeg over de tarieven. Dus we zijn ondertussen bij Steam. We zijn ondertussen bij Steam, beland, Kelly. Beantwoord? Ja, ik kom daarop terug. Als die info niet meer concreet aan bod komt, dan kom ik daarop terug op het einde van de infosessie. Sorry zo voor de... Nee, ik ga eens even op de achtergrond. Bij Steam, ik heb daar persoonlijk... niet direct een zicht op, omdat wij heel weinig resultaten doorkrijgen vanuit het hoger onderwijs. Dus wat de slaagkansen zijn als ze uit het CVO komen om dan verder te studeren, is voor ons niet helemaal duidelijk. Dus daar kan ik spijtig genoeg geen effectief antwoord op geven, sorry. Dan, ja, Nico Lombard, ik ga direct even mijn e-mailadres in de chat zetten. Ik heb de indruk dat jij zelf les wil volgen bij ons en dat je denk ik in de verkeerde infosessie zit. Maar dan kan jij je vragen aan mij eventjes per mail verder stellen. Want dat zijn nogal persoonlijke vragen, zie ik. Zoals dat goed is voor jou, stel ze gerust allemaal over mail en dan kunnen we daarna verder. Want jij wil zelf je secundair diploma behalen, heb ik begrepen, hè? Ja, voilà. Stuur mij eventjes een mailtje en dan gaan wij apart verder. Als jij wil, mag jij deze infosessie verlaten en dan geef ik jou wat meer informatie over hoe dat je de volgende infosessie kan volgen. Want ik denk dat jij momenteel in de verkeerde zit. Dus het is nu... specifiek voor mensen die andere mensen willen informeren over onze school. En jij wil graag zelf starten, dus je hebt andere informatie nodig. Maar stuur mij een kort mailtje en dan kan ik jou verder helpen achteraf. Goed? Dan vraagt Tessa nog. Veel 18-jarige leerlingen vragen wat de gemiddelde leeftijd is van de cursisten. Ja, dat is heel erg gemengd, hè. Er zijn heel wat schoolverlaters die net 18 zijn geworden, die nog 18 moeten worden. Maar er zijn evengoed cursisten tussen die al een heel werktraject achter de rug hebben en die 40 jaar zijn, 50 jaar zijn en dan beginnen te studeren. Dus het is een heel gevarieerde leeftijdsgroep. Ik heb wel de indruk, en dan kan Els of Kathleen mij eventueel verbeteren als dat niet is, dat het grootste deel wel 18 tot 25 zo is. Dat zijn toch de aantal cursisten die we het meeste zien. Ja, ik heb inderdaad
vorig jaar die cijfers is gekregen en er zijn 50% van onze cursisten zijn, zoals Kelly zegt, tussen de 18 en de 25, hè, richting 30. Cursisten die toch redelijk snel de overstap naar CVO maken. En dan in de andere 50% zijn cursisten die op latere leeftijd door omstandigheden hun job verliezen en moeilijk terug aan het werk geraken, die via VDAB de mogelijkheid krijgen om te studeren, die wel al een diploma in een ander land behaalden, maar nu omwille van de verschillen die er dan zijn in erkenning, eigenlijk niet goed verder kunnen in België als ze dat diploma niet opnieuw behalen en die dus een traject Nederlands achter de rug hebben eerst. Dus het is 50-50. Een jonger doelpubliek en dan het is een leuke mix. Wat mij betreft, om mee te werken, is het een leuke mix aan verschillende leeftijden. Ja, dat is inderdaad ook wel zo. En ze krikken vaak elkaar wel op. Er zijn vooral in de klassikale groepen dan, zit er vaak zo, ja, hoe moeten we dat noemen, de mama-figuur in de groep of de papa-figuur, die dat dan een aantal andere jongeren wel mee kunnen optrekken. Terwijl dat jongeren onderling vaak elkaar wel wat kunnen helpen met de rugzak die ze al hebben. Dat we merken dat zij elkaar ook wel goed kunnen ondersteunen. Dus het is inderdaad een hele leuke mengeling qua leeftijden. Dus ik hoop, Tessa, dat dat jouw vraag een beetje beantwoordt. Oké. Dan stel ik voor dat we verder gaan met de presentatie. En straks maken we opnieuw nog even tijd voor andere vragen die nog komen, hoor. Oké. Stel, je hebt een cursist een jongere of een volwassene die interesse heeft om te starten met een traject in GOCVO Antwerpen, dan is eigenlijk de eerste stap dat ook zij een infomoment volgen. Hè. Kelly zei daar net al, ze krijgen andere info. Ze krijgen vooral veel meer en veel praktischere info. Hè. Dus heel het luikje met de cijfers en de achtergrond over de schooluitval, dat zit er dan niet in. Wel de schets van hoe een opleiding eruit ziet. En zij krijgen ook veel gerichtere informatie over de 16 beroepsgerichte opleidingen die ze kunnen volgen. En ook over alle praktische stappen die deel uitmaken van de intakeprocedure. Hè. Het aanvragen van die vrijstellingen, het afleggen van vrijstellingsproeven. Daar nemen we hen echt bij de hand om te zorgen dat ze de juiste afspraken maken. Letterlijk dan de juiste data boeken om proeven te doen, om bij een trajectbegeleider terecht te komen en zo. Dus die is een stukje praktischer nog. En omdat natuurlijk heel dat systeem van het volwassenenonderwijs anders in elkaar zit dan het regulier onderwijs. Hè. Dus het is belangrijk dat potentiële cursisten goed geïnformeerd zijn voor ze starten aan dat traject. En daarvoor verplichten we hen om ook een infoavond of infomoment te volgen. Ze moeten daarvoor inschrijven en dat kan via onze website. Hè. Dus hier staan nu de data van juni, van eind mei en juni zijn er nog 5 infosessies. Ook in augustus zullen er infosessies zijn. Deze data staan ook allemaal op de website. Dus het beste of het gemakkelijkste, als je een kandidaat voor je neus hebt zitten, is dat je met hen eens naar onze website gaat en kijkt, wat is het aanbod en wanneer. Kan je een infomoment volgen en vanaf dat ze dan op het infomoment aanwezig zijn, kunnen wij hen natuurlijk verder bij de hand nemen en verder begeleiden. Hè? Wil je nog graag wat meer verhalen horen, hè, zoals dat van Mike en dat van Roushan, dan kan je altijd op onze YouTube-pagina gaan kijken. Daar staan een aantal getuigenissen van cursisten die bij ons gestudeerd hebben. Dus dat is zeker leuk om eens in te grasduinen. En verder zijn er ongetwijfeld nog wel vragen. Hè. Je kan die ook zelfs nog stellen via de chat. Dan beantwoorden we die zoals we dat daarnet gedaan hebben. Maar je mag uiteraard ook mailen. Hè. We hebben behalve ons persoonlijke e-mailadres ook een algemeen e-mailadres dat elke dag wordt opgevolgd. Hè. trajectbegeleiding.tko@cvoantwerpen. Kelly zal dat ook in de chat zetten. En dan is er natuurlijk onze website waar je terecht kan voor het volledige opleidingsaanbod, voor die data van de infomomenten, voor meer informatie ook rond die tarieven en zo, of inhoud van al onze opleidingen. En dan zijn we met deze dia en met deze info ook op het einde gekomen van onze presentatie. Dus ik heb begrepen dat we nog even terug inpikken op de vraag
van daarnet rond de tarieven. Nog even teruglezen. Dus Kelly heeft al gezegd, hè, de algemene vorming, als je nog geen diploma hebt, betaal je geen inschrijvingsgeld, alleen een klein beetje cursusgeld. En dan is er het luik beroepsgerichte opleiding en daar betaal je inschrijvingsgeld en cursusgeld. Dat inschrijvingsgeld is afhankelijk van een aantal factoren. Hè. Het standaard inschrijvingsgeld is 1,5 euro per lestijd. Dus voor een gewone module van 60 lestijden betaal je 90 euro. Maar er zijn zeker situaties waarin er korting gegeven wordt op dat inschrijvingsgeld. Iemand die een werkloosheidsuitkering krijgt van VDAB kan korting krijgen. Iemand die een leefloon krijgt van OCMW, als er sprake is van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit of verhoogde tegemoetkoming. Hè, dus dan is er een schaal van kortingen die wordt toegekend. Of ook, hè, zeker voor jongeren die nog bij hun ouders wonen en ten laste zijn van hun ouders, en waarbij de ouders in een van die situaties zit, kunnen korting krijgen op dat inschrijvingsgeld. Beantwoordt dat jouw vraag, Marjolein? Ja, absoluut. Oké, in orde. Dan geef ik het woord nog even terug aan Kelly voor de laatste paar vraagjes die ondertussen in de chat staan. Ik zie Marieke die aangeeft dat er geen proeven kunnen afgelegd worden in juni, maar ik ben juist even gaan checken op de website en ik kan nog altijd afspraken maken, dus het is misschien een beetje gebonden aan de locatie, maar ik heb net gezien dat je nog voor in Hoboken en voor in, op Ruggeveld zeker nog proeven kan afleggen in mei en in juni. Wil je dat toch liever niet? Geen enkel probleem. Je zal ook proeven kunnen afleggen in augustus en je hoeft daar geen infosessie meer voor te doen. Dan schrijf je gewoon in voor een vrij moment. Maar voor zover ik het kan zien, kan je momenteel zeker nog afspraken maken op Hoboken en op Ruggeveld. Het kan momenteel niet in Capelle en in Willebroek. Dan vraag jij verder ook of dat je nog korting krijgt als je in je beroepsinschakelingstijd zit, maar daar moet ik het antwoord schuldig op blijven. Zou jij mij dat eventueel per mail kunnen vragen? Dan kan ik het verder navragen bij het secretariaat. Tenzij dat Els het weet? Of, Nee, ik was net hetzelfde aan het denken. Dat is eigenlijk een vraag voor het secretariaat. Dat is een heel specifieke situatie. Ik weet het ook niet. Nou, dus Marieke, als jij mij persoonlijk even een mailtje stuurt, dan vraag ik het na en dan kan ik jou persoonlijk ook antwoorden. Caroline verlaat, dus dag Caroline. En dan zegt Marieke inderdaad, ik kan wel proeven afleggen, maar mijn cursus kan niet. Dus ja, in principe vanaf augustus, ook in september zal je nog proeven moeten kunnen afleggen. Dus dat komt zeker goed hoor. Ik kan de website in het oog blijven houden en van zodra dat er terug afspraken vrijkomen in augustus, kan je die zeker inplannen. En zijn er dan verder nog vragen? Marieke, je moet mij toch mailen, dus dan kan je die ineens ook mee op mail zetten. Hè? Iemand anders nog vragen? Ik denk dat we uit de chat alles hebben overlopen. We moesten toch iemand hebben overgeslagen, laat het zeker weten. Hè? Nee, ik denk het inderdaad ook dat we de vragen die er waren behandeld hebben. Dan denk ik dat ons vooral nog rest om jullie allemaal uitdrukkelijk te bedanken om de infosessie te volgen. Ik herhaal nog eens graag dat het voor ons leuk is van het gevoel te hebben of de zekerheid te hebben dat we samenwerken met partners die de nodige info hebben om cursisten op een goede en op een warme manier tot bij ons te krijgen. En dat doet ons uiteraard veel deugd. Dus jullie kunnen de infosessie verlaten of nog heel eventjes blijven hangen. Ik denk dat we zelf zorgen dat de sessie nog een 5-tal minuutjes open blijft. Mocht je toch nog een vraag willen stellen. En anders is er ons e-mailadres waar je vragen naar kan richten. Hè? Tot ziens. Fijne dag nog verder. Dag.